gedaan heb. Echt 4 weken of zo. We gaan naar Flopsaland! Want K3 is hier. En daar moeten we toch wel even bij zijn. Dus dat gaan we doen. Yay! We zijn binnen! En alleen nog maar met Eva, want er is me nog allemaal mensen ophalen en zo. Gezeik! Yep. Maar wij gaan nu allemaal leuke dingen doen. En ik zie Tinne. Het is zo rustig dat we gewoon in de rij zijn gaan staan bij de wiki. We staan vooraan. Dus het volgende rondje kunnen we mee. Yay! We gaan nog een keer in de wiki. We mogen gewoon blijven zitten. Yay! Het is echt super rustig, ik snap het echt niet. Er is echt niemand. Maar top. Er loopt echt letterlijk niemand in het hele park. Het is echt raar. Oh, mijn haar. Echt een paar mensen gewoon. Ja, same. Mijn haar is echt ontploft door 2 keer wiki. En ik ben nog maar... bijna een uurtje in het park en ik word echt wel door iedereen herkend. Ze kijken me allemaal zo aan. Wat doe jij hier? Het is heel rustig bij de Anubis, dus we gaan even snel gewoon random in de Anubis, omdat het kan. We konden gewoon meteen doorlopen bij de Anubis. Gewoon meteen, meteen. Er was echt niemand. What the fuck? En nu is mijn haar echt helemaal ontploft, dus ik heb mijn pet op gedaan. Er is hier niemand! Is het zo rustig? Het is echt heftig. Kijk jongens, kijk. Tin en Marie waren hier. Yeah. We gaan nog een keer! Yay. Voor de duidelijkheid, onze vrienden zijn terug. Ik wel. Yay! Nu moeten we even blij kijken. Yes, top. Ik heb een smoothie! Met slagroom. Ja, het is echt het beste gewoon. Lekker. Het is gewoon 12 uur. En om 3:30 is een concert van K3. En ze gaan nu al bij het podium zitten. De bielen. Dus wij gaan gewoon nog een parkje naar leuke dingen doen. We zijn de Die Hard parkje gaan. Gewoon omdat het kan, zijn Elise en ik om de konijnen gegaan. We zijn toch maar gewoon bij het podium gaan zitten. Maar we gaan straks nog wel attracties doen. Maar eerst nu K3 muziek. Eva is jarig, dus we hebben hoedjes. Yeah. Ik heb een Boomba hoed, maar ik ga hem niet kopen. We zijn in de winkel en ik kan echt niet kiezen. Het is allemaal leuk. Ik heb mezelf beloofd dat ik iets ging kopen, maar ik weet dus echt niet wat. Het is allemaal leuk. De Boomba. Ja. Ik twijfel dus welke van deze twee ik koop. Maar kijk, dit is helle en deze is extreem zacht. Boomba. Dus ik weet het echt niet. En Eva wil dat ik de Boomba koop. Ik heb de Boomba gekocht. Oeps. Maar hij is zo zacht, ik ben echt verliefd. Het is gewoon echt nog steeds zo leeg in het park. Ja, we konden blijven zitten bij de Anubis. Ja, we konden 2 keer blijven zitten bij de Anubis. En, ja, en toen uiteindelijk zei hij, ja, als je nog een keer gaat, dat is slecht voor je gezondheid. Dus toen zijn we maar weer gegaan. Ja, toen mochten we niet nog een keer. Alleen zo'n lippen, maar nu gaan we naar de wiki. Ja, nu gaan we naar de wiki. Yay. Je haar ontploft echt zo. Ja, ik heb maar een pet op gedaan, want het ziet er echt niet uit. Ik geloof ook een pet. We gaan gewoon even allemaal random attracties doen, gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. We zitten in de draaimolen. Hoe leuk is dat? Jongens, dit wat jullie nu gaan zien is sowieso mijn favoriete attractie. Ik ben er nog niet in geweest. Ik heb daar dus de hele zomer gestaan. Nou, niet de hele zomer, maar echt heel vaak. Om hem te bedienen. Dat ik hier werk. En dat is zo saai. Aan het begin is het leuk. Want dan heb je nog zo die muziek en zo, maar op een gegeven moment hoor je steeds dezelfde muziek. En ja, dan wordt het saai. En het blijft maar draaien en draaien en draaien. Dus daarom gaan we er nu ook niet in. Nee. Ik bestel dus net een churros. En die man zegt extra veel poedersuiker. Dus ik zo, ja, er zit extra veel poedersuiker in.
Vervolgens laat ik dat ding over mijn arm vallen. Dus nu is mijn hele, nou je ziet het bijna niet meer, maar mijn hele arm was wit. En mijn shirt en mijn onderkant van mijn shirt. En de hele vloer ook. Echt helemaal wit. Maar ja, boeien, het is suiker. En we zijn weer terug bij het podium. Hey. Wij zitten hier al de hele tijd, ja, hè? Wij zijn niet weg geweest. Spielen. Oh, je bent er ook. Hi! Oh, top. Ik was aan het kijken naar wie jullie aan het praten. Waar Roos haar vlog. Ik heb een Martenkeekje. Heb ik Klaasje? Ah, een keekje. Achter. Du. Oeh. Oeh. Je zit er niet zo niet weg. Oké, dan zag je kei goed uit. Veel plezier. K3! En dan gaan we allemaal hectische dingen doen met deze mensen. Hallo! Ik weet niet zo goed waarom, maar we zijn heel snel het park uitgerend. Om K3 nog te zien. Dus wat gaan we nu doen? Yippie. Jij bent mijn beste vriendje, jij bent mijn appelsientje. K3 gaat dus in een helikopter. En daar gaan we nu naar kijken. Ja. Jij bent mijn beste maatje, jij bent mijn trostomaatje, jij weet zo'n prachtige verhaal. Want K3 is weg. Ze gingen met de helikopter. Ja, hebben we gefilmd. Ja, het is komt. En jullie zwaaien, want ik begon met zwaaien toen zwaaien. Dus toen... Ja. Kijk, cute. En nu gaan we naar de McDonald's. Nee! Jongens, het is echt de dag van de klant. Dus iedereen krijgt 4 gratis kipnuggets. Kijk nou! Oh my god. Dit is de leukste verjaardag ooit. Echt top. We zijn weer onderweg naar huis. En ik moet
moet zometeen ja. 3 uur in de trein zitten. Maar het komt goed. Het was leuk. Ja. Dus leuk. Dat was het einde van de vlog. Ik tril, want de auto gaat op en neer. Doei vlog. Dat is het einde. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Ook als je het niet leuk vond, doe gewoon een duimpje omhoog. Eva doet ook een duimpje omhoog. Elise ook. Helemaal top. Eva, let's go. Dit is zeker doen. Allemaal duimpjes omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Mijn roast in het live. Alles